vandaag word ik vervangen door Esme. En ja, ik vond het wel leuk om haar zelf op te halen. Hi. Hallo. Ik ben Rijn. Esme. Hi. Leuk. Hi. Ja. Nou, we gaan naar Dongen. Nou, ik ben Esme Wiesel en ik ben 16 jaar oud. Ik zit op Van Maarland in klas 4D. Ik ga vandaag een dagje meelopen bij Coca-Cola. Nou, de directeur kon mij ook zelf ophalen. Dat vond ik wel heel leuk dat hij dat deed. Nou, we zijn er. Nou, we zijn aangekomen bij de fabriek. Nu ga ik me even omkleden. Ik heb mijn rol vandaag overgedragen aan Esme. Aan de ene kant vind ik het heel leuk, aan de andere kant vind ik dat ook wel een beetje eng. Maar ik heb alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. Hi. Ik ben vandaag je assistent. Oh, leuk. Een lekkere Coca-Cola Zero Sugar. Wij doen dus Coca-Cola sinds 2013 mee met het initiatief van Yink. En het initiatief is eigenlijk om jongeren meer kans te geven of te stimuleren om andere initiatieven te ontwikkelen. Hallo. Hi, goedemorgen. Amaudi. Esme, wat doet u hier eigenlijk? Ik ben gewoon al verantwoordelijk voor alle lijnen. Welkom allemaal bij Dashboard. Ja, daar hebben we ook. Ik heb een opdracht gekregen en die opdracht is hoe we meer jongeren in de techniek kunnen krijgen. Ja. Mijn ideeën daarover zijn dat ze meer met social media moeten doen, bijvoorbeeld op Instagram of andere dingen waar jongeren veel op zitten. Dus ik denk dat ze, als ze iets via dat gaan doen, dat ze dan wel de aandacht kunnen trekken van jongeren. Ik weet nog niet wat ik later wil worden, maar nu ik zo'n dagje heb meegelopen als directeur, lijkt het me wel leuk om later ook een directeur te worden van zo'n groot bedrijf. Het initiatief heeft zich vandaag ook weer bewezen. Het is bij Esme in goede handen geweest. We hebben geen calamiteiten gehad vandaag. Ik krijg straks de fabriek weer keurig terug. Nou, ik heb net een persoonlijke visitekaartje gekregen. Dus mijn toekomstplannen zitten wel goed.